Als je maanden knokt en vecht en goed voetbal speelt en punten haalt en het loopt uiteindelijk dan toch leeg en het valt uit je handen. Wat tref je dan aan uiteindelijk daar, nu net? Ja, natuurlijk. Iedereen is teleurgesteld, van spelers tot staf en mensen die al langer bij de club zitten. Uiteindelijk dit seizoen zijn Johan en ik later bij de staf gekomen. En hebben we op onze manier geprobeerd om tijd te keren. Uiteindelijk is dat niet gelukt en zijn we gedegradeerd. Dan is dit de wedstrijd die het uiteindelijk bepaalt. Dit is niet een typerende wedstrijd voor jullie geweest. Want uiteindelijk is het stootkracht, wat is het geweest vandaag? Nou ja, goed. Ik denk dat we constant in een soort van handbalformatie hebben gestaan. Op de helft van de tegenstander elke bal weer snel terug hadden. We geven gewoon de eerste goal te snel weg. En daarna is het natuurlijk ook een onnodig doelpunt. En voor de rest zijn we eigenlijk niet in de problemen geweest. En hebben we constant de tegenstander bestookt. Alleen ja, we komen tot het punt dat we de doelpunten niet maken. Waar zit hem dat in? Is dat net wat gif op het laatste moment of valt het gewoon vanavond niet goed? Dat kan ook. Ja, goed. Het heeft uiteindelijk met alles te maken. Met gif, soms een stukje kwaliteit in de eindfase. Maar goed, we zijn weer zo vaak in die eindfase geweest. Weer zo vaak daarin de controle gehad. Alleen de executie was gewoon niet goed genoeg. Je kunt jezelf uiteindelijk niets verwijten, want je hebt er alles geprobeerd uit te halen uit deze groep. Maar het is te weinig geweest en dat daalt in. Je zag net emotie bij Pelle Clement, bij Bram van Polen. En zo geldt dat voor iedereen eigenlijk bij de club, denk ik. Nee, natuurlijk. Dat geldt voor de jongens ook. Pelle zit ook al wat langer bij de club. Gaat waarschijnlijk ons verlaten. Bram zit natuurlijk als enige het langste bij de club. Is een icoon. En die gaat nog een jaar door. En die wil er ook alles aan doen om te zorgen dat we PEC weer terugbrengen volgend seizoen naar de Eredivisie. Het is toch een gek einde geworden van die competitie. Want jullie hadden het momentum en toch glipt het dan weg. Het is bizar bijna wat er in de Eredivisie gebeurt onderin. Nee, ja, goed, uiteindelijk is dat ook zo. Maar kijk, als je kijkt naar de winter, ik weet niet precies hoeveel wedstrijden nu zijn gespeeld. Als je dan zoveel punten haalt, dat zegt al genoeg wat er voor de winter is gebeurd. En dat wisten we. En uiteindelijk weten we ook van, nou goed, in de beginfase is het van de boel weer rechtzetten, doorselecteren, dingen veranderen in de club. En ondertussen hard werken en kijken waar we uit gaan komen en voorbereiden op in eerste instantie KKD, want er staan er gewoon dramatisch voor. Uiteindelijk kom je onderweg tegen dat het versneld goed gaat, het proces. En dan kom je zeg maar in het aantal punten dat je weer gaat aanhaken. Ja, en dan wil je er natuurlijk ook in blijven. En blijft dit een enorme teleurstelling, de ene laatste wedstrijd van het seizoen. Aan de andere kant is het knap dat we toch zover zijn teruggekomen. En met name de groep heeft dat ook bewerkstelligd. Alleen het is niet genoeg. Maar dus zijn er wel al scenario's besproken over volgend jaar. Je weet wat je te doen staat en hoe je verder kunt. Ja, zeker. Je hebt korte termijn en lange termijn. En daar zijn we elke dag mee bezig. En dat gaan we ook gewoon mee door. En dat proberen we met de supporters, met sponsoren, met alles en iedereen, om toch die positieve kanten van te bekijken en daarin door te gaan. Ligt er dan een blauwdruk waarvan jij zegt, nou, dan kunnen we binnen 12 maanden terug zijn als het mee zit? Nou goed, er is altijd een langere termijnvisie. We zullen de komende weken gaan kijken hoe snel we daarin stappen kunnen maken. Hoe snel het duidelijk wordt wie echt de club gaat verlaten, wie blijft, wie er nieuw komen. Ik sta nu over de toekomst te praten terwijl we net gedegradeerd zijn. Maar ja, dat hoort er nu eenmaal bij. En dat is ook professioneel zijn. En dat hebben we ook tegen de groep gezegd. Ja, uiteindelijk is het niet leuk. En we zullen nog steeds zondag proberen goed voor de dag te komen. Ja, maar misschien is dat juist voor de club wel een voordeel dat jij daar niet zo ingezogen bent als al die mensen die je net noemt en misschien wat klinischer naar de toekomst kan kijken. Ja, goed. Misschien is het voor die mensen dan een wake-up call. Dat ze altijd gefocust moeten zijn om te zorgen dat deze club wel in de Eredivisie blijft. Daar ga jij alles aan doen? Daar gaan we met z'n allen alles aan doen, ja. Succes daarbij. Dankjewel.